Zeker in onze leeftijdfase, dan moet je toch de vrije tijd die je hebt, moet je zo gezond mogelijk en zo sociaal mogelijk door kunnen brengen. Ja, we zijn hier bij RWC Ahoy, de wielrenvereniging van Rotterdam. Achter ons zitten de mannen van Old Star Cycling, daar zijn we sinds kort mee gestart. En er wordt gewielrend, maar er is ook heel veel plezier. Old Star Cycling, ja, dat is eigenlijk een begin van een sociaal gebeuren. Wat wij heel belangrijk vinden is dat er ook bewogen wordt. Dat is heel belangrijk om gewoon fit te blijven als mens zijnde, maar ook mentaal fit. En dat mensen elkaar ontmoeten, een sociaal aspect. We gaan eerst wat vaardigingsoefeningetjes doen. Dus een paar kereltjes rijden, dat je het sturen goed onder de knie krijgt. En aan de rotondetje rijden in verband met het juist optillen van je benen. De trainers van Ahoy die zijn getraind. Dan krijg je ineens allerlei techniekoefeningen en tips waarvan je denkt van wow. Daarna gaan we rondjes rijden en dat doen we net of dat we buiten zijn. En dat doen we net of dat er een auto in tegengestelde richting komt. En dan geven we de juiste signalen om aan de anderen in de groep aan te geven, auto, tegenliggen, voorganger, en dan weten ze precies te handelen wat ze moeten doen. Ik vind die opbouw van de training vind ik ideaal. En daarna gaan ze een duurrit maken van maximaal 40 kilometer. Het is voor mij een heerlijke ontspanning en een stok achter de deur om ook met sport bezig te zijn. Dan gaan we meestal een kilometer of 40 gaan we fietsen. Over de fietspaden heen, zo min mogelijk stoplichten, maar 4,25 kilometer per uur fietsen we dan gedurende een kilometer of 40. Ik ben geboren in Rotterdam en het is de Rotterdamse mentaliteit die bij RWC Ahoy heerst, die ik prettig vind. En dat, ja, dat is de intentie, dat je zo ontspannen mogelijk naar buiten gaat en dat je plezier hebt van de omgeving en plezier van het fietsen. Dan komen we terug en dan maken we een praatje, we drinken wat en we hebben het over de week, over de volgende week. En dan zien we elkaar en hebben we elkaar wat te vertellen. Het doel is vooral sociaal bezig zijn. We zijn begin half juli gestart met een aantal enthousiaste mensen die elkaar helemaal niet kenden. En na eigenlijk al een aantal weken was er al een groepje ontstaan. En ja, men kijkt er gewoon naar uit om hier te komen. Eigenlijk al na 2 maanden hadden we al een redelijk groepsgevoel gekregen. En dat wordt eigenlijk met de week beter. Ja, er is gewoon een leuke groep ontstaan. Ja, je ziet het hier achter gebeuren. Er wordt gekletst en er is heel veel lol. En er wordt aan elkaar gevraagd hoe gaat het met je. En ook als het iets minder goed gaat met iemand, dan weten ze dat al van elkaar. Ja, dat is gewoon in een paar maanden tijd ontstaan. En dat vind ik echt prachtig.